Hoofdnagels! Ja, boys, klopt man. Willen jullie misschien een foto of een handtekening? Waarom maak je nooit campagnes? Ja, om geld te verdienen! Kijk! Ja, jullie hebben gelijk, man, boys. Oh, is dat weg? Ja, loser! Laten we advies vragen. Met je piece in de city. Yo. Alleen mijn flessen, je filmt. Maar ik heb geen tijd om mijn money. Dames en heren, jongens en meisjes, we zitten hier dus bij eentje gewoon thuis. Ja, hoe lang doe je dit eigenlijk al? Gaan we niet doen. Wat ik eigenlijk vandaag wil doen is eigenlijk gewoon een kijkje geven aan de kijkers in het leven van een influencer. En dus ook ja, gewoon kijken hoe dat gaat met bedrijven. Wacht, ik zal het er gelijk even bij pakken. Wat ga je nou doen? Oké, we hebben een kleine analyse gemaakt. We hebben gewoon heel veel interesse in branded posts bijvoorbeeld. En op jouw account staan bijvoorbeeld bij de afgelopen 100 posts. Er waren er 30 gesponsord. Oh, dus ik ben wel veel goed gedaan. We hebben nu natuurlijk alleen een sponsored post gedaan. Uh-huh. Ik zie je stories wel eens voorbij komen. Uh-huh. Die zijn we echt de tel kwijtgeraakt. Garnier. Ik vind het wel grappig dat je nu bij mij langskomt en niet bij iemand anders. Durfde je niet zeker? Bij wie zou ik dan? Bij al die anderen. Noem eens wat na. Ik ja, ben toch één van de. Nou, jij bent voor mij wel een hele goeie. Oké, okay, ga verder. Goeie influencer. Ja, okay. Dit hebben we dus even geanalyseerd. We zagen van Garnier, zagen we meerdere posts, meerdere stories. Ja. GBL. Ja. Dit is een interessante. Wat vind jij van alcoholische posts? Dus alcoholgericht. Gemiddelde influencers plaatsen 3 op de 100 posts. Zit alcohol in of is dat in beeld? Eigenlijk viel het me op dat jij maar 1 post had van de afgelopen 100. Waar iets van alcohol gerelateerd in zat. Dat waren namelijk Red Cups. Red Cups ja, staan eigenlijk wel gewoon vrijwel bekend om het feit dat er alcohol in zit. Daar was je met iemand met 109.000 volgers en iemand met maar 5.674 volgers. Wie is zij? Nou, vriendin. Oh, het gaat ook wel met mensen om die gewoon wat minder volgen. Dat maakt jou niet uit. Nee. Oké, nou dat is wel in ieder geval tof om te horen. Als je dus op je afgelopen 100 post, hè, heb je maar 1 keer Red Cups. Ik weet niet eens zeker of er al zat er al. Denk het wel. Verberg jij dan wat voor je volgers? Heb je mijn koelkast gezien? Zo. Ja. Nou, let's try it out, zou ik zeggen. Wat is nou echt dat jij denkt? Nou, ik heb wel het meeste gin. Gin? Ja, gin tonic. Daar gaat Brand ook altijd heel lekker op, hè Brand? Als je de cameraman, je weet toch? Hey, nee, yes, ik ga met je fucking schoen op mijn bak staan. Wat wil je pakken? Ik vond die Sensi er wel. Ja, maar die is heel groot en mooi. Die wil ik voor een speciale gelegenheid bewaren. Here we are. Speciaal dan dit ga je niet krijgen hoor. Echt wel. Doe mij dan maar een shotje gin. Wil je een shotje gin? Ja. Jij krijgt een shotje gin. Dit is ook geen shotglas. Ik heb ook geen shotglaasjes. Nee, jij doet ook mee. Nee. Ja, anders ga ik ook niet. Echt wel. Lok, jee! Echt lekker. Nee, natuurlijk is het niet lekker. Pas op hoor, echt zo op je nek. Oké, laten we in. Zo. Ja, even terugkomend op die bedrijven dus. Hoe werkt dat precies? En wat wil je weten? Nou, ze meenemen, nou, dan zeggen ze, hey, wil je samenwerken? Jij wordt dus benaderd. Ja. Het is niet dat jij een bedrijf benadert van, het lijkt me leuk om samen iets te doen of zo. Nee, dat is eigenlijk niet echt. Oh, ik krijg eigenlijk nooit van die mails. Hm. Misschien door mijn content of zo, ik weet niet. Lok, jee! Zou jij kunnen zeggen waar dat mee te maken kan hebben? Nou, je bent wel opstandig. Wat bedoel je daarmee? Nou, je hebt wel een hele duidelijke mening over influencers, terwijl je er stiekem zelf ook eentje bent. Waar slaat dit nou weer op? Ik kom hier met jou gezellig over dit soort onderwerpen praten, omdat ik het gewoon super interessant vind. Nee, maar daarom denk ik dat jij, want jij maakt altijd grapjes erover, dat bedrijven dan denken, oh, maar we gaan niet met hem samenwerken, want hij is niet serieus. Nou, ze zei dus net al zelf dat ze eigenlijk zelf nooit bedrijven benadert. Mm-hmm. En dat je eigenlijk dat allemaal op je af laat komen. Maar wel alleen de bedrijven doen natuurlijk waar je zelf achter staat. Mij leek het gewoon super tof, omdat ik dus eigenlijk niet echt aanvragen kreeg om zelf die bedrijven te benaderen. Welkom bij de klantenservice van Nike.com. 1 hour later. Echt tof zo'n call met Nike. 8 minuten zitten we aan de wachtrij. Heb je al samengewerkt met dit merk trouwens? Mm.
Nee. Ja, als je een keer een post wil doen in ruil voor een shirt. Kut, ik heb per ongeluk opgehangen. God, yes. Dit 1, maar ik deed 2. Dit 1, maar ik deed 2. Sorry, can I explain, Lorenzo speaking? Hi, spreek je toevallig Nederlands? No, sorry. We can talk in English, that's no problem. I'm Jesse Horschenel from Influencer Marketing Bureau. I'm speaking for Marijs Sauerveld. I don't know if you know her, but she's really popular in the Netherlands. And okay. We would like to collaborate or something like that. Just wait one second. Eigenlijk gaat Engels nog beter dan Nederlands. Ja, want dan weten ze niet wie je echt bent. Nou, dat weten ze denk ik sowieso niet. Hallo, Chris Alkmaar, goedemiddag. Goedemiddag, met Johard Cruijff. Je spreekt met marketingbureau. Ja, we zijn op dit moment bezig met influencer marketing. En het lijkt ons super tof om samen te werken met Praxis. Ja, we hebben een aantal YouTubers onder ons. Bijvoorbeeld Jesse Hoefnagels en Marije Zuurveld. En die lijkt het super leuk om samen te werken. En dan zouden we bijvoorbeeld in deze coronatijd Praxis thuis kunnen doen. Of iets in die richting. En dan gewoon een super, super toffe video of branded Instagram post kunnen doen. Nou, dan kan je beter maandag even bellen. Dus vandaag niet de juiste dag, denk ik. Maar lijkt het u anders leuk om, influencer te worden? Nee hoor, dank je. Want u klinkt echt super enthousiast. Ja, maar ik heb er nu geen tijd voor. Het is nu te druk op zaterdag om deze gesprekken te voeren, sorry. Ja, nee, helemaal begrijpelijk. Zou u verder nog, ja, wat is nou echt uw live quote? Nou, ik heb hier allemaal klanten staan die willen graag geholpen worden. Dus als ik u verder niet kan helpen, dan wens ik u nog succes. Oké, nou, in ieder geval super bedankt voor uw tijd. En ja, wij als Influencer Marketingbureau vinden natuurlijk super tof dat praktisch. We besloten een Instagram foto te maken hoe Marije dat altijd doet. Zodat ik ook campagnes krijg. Dit is hip. Ja. Wat doet het nou echt goed op Instagram? Ik zou hier gewoon een spijkerbroek onder doen. Nee. Wat een kutbroek. Fucking rude. Ja. Waarom prop je het zo terug? Ja. Deze is ook leuk. Zo. Ik krijg een beetje Slenderman vibes. Nou, kies even een broek dan. Nou, oké, nee, dit vind ik allemaal niks. Hé, jammer. Ik weet het al. Ja, weet je het al? Ja. Je hebt geen smaak. Knip ik er wel uit, maar dat wilde ik gewoon echt even laten zien. Ja, komt er echt een amper in. Ik heb maat 44. Ja, man. Daarom. Dit is maat 41. Oké, is dit het? Yes, laten we gaan. Nu ben je van het werk of? 24-7. Zelf een influencer, wie beïnvloedt je nou echt? Maar deze kijk jij een beetje verliefd naar mij. Nou, dan doen we die toch? Maar ben je ook een beetje verliefd op mij? Nee, ik ben niet verliefd op jou, Jesse, sorry. Ik ook niet op jou. Oh, mooi, gelukkig, oké. Okay. Gewoon als vrienden. Ziet er. Bad things, fine as hell, thick as fuck, oh my god. Die heb ik gekregen. Gesponsord. Nee, dat zat bij een boek wat ik kreeg. Gesponsord.